Oh my god, mest. Vandaag is de woensdag, dus zeg goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pip. Nieuwe dag, nieuw vlog. Het is nu 5:05 'smorgens. Binnen 10 minuutjes moeten we beneden staan. Want ze komen ons aan van, met een privé-taxi dat we al geboekt hadden voor we op reis vertrokken. Die ons naar de luchthaven gaat brengen. Dus die taxi is al betaald. Daar moeten we niet meer achter kijken. En ja, dat is het einde van de reizen, mensen. Het einde. Dus ja, wat moeten we doen? Weer naar huis gaan. En morgen moeten we weer gaan werken. Maar dan kunnen we weer veel werken. En veel sparen voor de volgende reis. Dus ja, dat gaan we dan ook doen. Maar natuurlijk, met die energieprijzen tegenwoordig, hopen we dat we nog op reis gaan kunnen gaan. Want dat is niet normaal. Er zijn mensen van mijn werk die dus nu al ongeveer 1.000 euro per maand moeten betalen. Als ze geen afrekening willen tegen het einde van het jaar. What the fuck? Allee. Als ze geen afrekening willen, tegen volgend jaar of zo, 1.000 euro, what the hell, dat kan toch niet, dat is toch gewoon overdreven. Dus ik ga nu ook zo rap mogelijk kijken, ik ga een offerte laten maken voor zonnepaneel, en ik ga zo rap mogelijk kijken voor zonnepaneel te laten installeren. Waarom alles zo ingewikkeld zijn? Waarom? Het is altijd iets. Corona is nu gedaan, nu gaat het nu een keer dat zijn. We gaan nog allemaal meemaken. Zolang dat we geen oorlog meemaken, zal het maar goed zijn zeker, maar toch, jongens, te laat. Oké, allez. Eerst houden ze ons binnen met corona en nu gaan ze ons binnenhouden via energieprijzen, omdat we geen geld meer gaan hebben. Allee, omdat de mensen geen geld meer gaan hebben voor nog weg te kunnen gaan, doordat ze zoveel moeten betalen. Jongens, te laat. Goed. Allee. Ik heb mij juist gedoucht, ik heb mij geschoren. Anoukske is er ook nu aan het klaarmaken. En nog 8 minuten en we moeten beneden staan. Dus we gaan hier nog vlug de koffers dicht doen en al. En de boel hier opruimen en dan zijn we weg. Wat ik wel ga missen is 's morgens opstaan. Ik mag een beetje stil zijn. 's morgens opstaan, hoe dat uitzicht hier dat is niet normaal. Zo schoon uitzicht dat dat hier is. Dat is echt... Dat is echt niet normaal dat uitzicht. Het is gewoon niet schoon. Maar ja, in Roeselare heb ik ook wel een schoon uitzicht. Goed, allee. Tot z'n biet, hè. Let's go. Yo. Voilà, we zijn toegekomen op het vliegveld en dat was een vriendelijke chauffeur, hè? Heel vriendelijk. Ah ja, voilà. Heel vriendelijke chauffeur die ons van eerste keer op het juiste, zeg je dat hier, gate check-in gezet heeft van TUI. Dus, weet u dat, kijk, Anouk zegt ja, we staan hier in het midden van het spel hier. Ja, maar weet u dat komt dan hier in het midden staan? Omdat er weer mensen zijn die moeten roken. Moest je niet roken? Heb je ook geen problemen? Wat doet dat er niet toe? Alles. Ik ben aan de kant van. Het is niet gezoomd. Maar ik sta hier met de show met stop die politie. Stop. Nee. Buizak. Buizak. Has een buizak. Nee. Voilà, mijn pa de terrorist. Ja. Controleerd worden, hè? Ja. Ja, maar ja, kom. Ik weet dat dat zomaar
ziet er vrij verdacht uit. Ja, ja, maar, ja. Maar jij ziet er ook verdacht uit. Ja, dat is het. Allee. Ja, we zijn zus binnen in de winkel. Ja. Allee, wat moet je nu weer aan? Wat kan ik binnen van de... Jongens, dat zijn 48,60. Zijn we weer aan het kijken voor de koop. Wat? Anders zouden we dat niet goedkoper. Ah, oké. Ai, 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 ai. Allee. Ze zijn er nog maar en ze gaan alweer koop. Jongster. Ja, het dat in mijn rijke meis. Rijk volk zijn rare mensen, hè? Dat is er zo. Allee, gewoon een beetje verder. Dit is er nog niet. Beter dan aan mijn trok waren. Ja, het is wel een pakje koud, maar ik heb nog met zonneke meegebracht. Dus dat is het belangrijkste van alles. En nu gaan we wachten op Kelly. Maar Kelly ging achter ons komen, maar we moeten meestal nog achter de koffers natuurlijk. Dus tegen ton is het wel 12 uur zijn of zo. Weet ik veel. Goed, allee. Dat was de reis. Wat hè? Een berichtje teruggekregen misschien? Ah. Die foto's, hè. Al dat foto en dat filmen altijd. Voorzien, mensen. En ondertussen zijn we dus weer aan het rijden met een auto. Ik ben aan het rijden. Ik ben met niks in de auto aan het rijden. Voilà, want Kelly is achter ons gekomen, maar ze rijdt niet zo graag met die auto. Dus is ze gezegd, wilde jij anders met die auto rijden? Ik heb gezegd, oké, het is goed. Maar wij hadden echt mega veel honger. En hier dicht bij Kelly haar huis is er een broodjeszaak. Gustoso, noem het, ja. Gustoso. En dan gaan we een broodje eten. Ik heb een broodje Martino met anchovies besteld. En dat gaan we zobiet opeten bij Kelly thuis. Pardon. En ja, we gaan dat opeten op het gemakske. We gaan er iets drinken. En dan gaan we naar huisje gaan. Ik ben echt benieuwd naar thuis. En wat er altijd spannend is, is de post. Hopelijk geen verrassing, geen grote betaling. Want dat is dan betankt. Ik betaal niet graag. Niemand eigenlijk, denk ik. Wie betaalt er nu wel graag? Ja, je betaalt graag voor het ding dat je graag hebt. Maar niet voor betaling. Goed, allez. We gaan een broodje eten. Let's go. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we weer thuis. En Anouk is al begonnen aan de was en de plas. En er gaat er weer een vliegen langs de kant. En ik heb dus juist al mijn kleren af moeten doen. Want ja, alles moet in de was. En morgen is dan toch weer werkkledij dat ik moet aandoen. En daar was juist ben ik nog naar Proximus geweest voor een nieuw kaartje te gaan aanvragen. SIM-kaart te gaan aanvragen voor mijn gsm. Doordat ik mijn gsm kwijt was en blablabla. De historie ervan kunnen zien in mijn vorige vlogs. Dan ben ik ook nog naar naar het bakkerietje geweest. En daar hebben ze nog twee pakketjes. Er lagen er nog twee pakketjes voor mij klaar. Dat ik besteld had voor... ben ik heel bij de adem. Voordat we op reis gingen, had ik nog twee pakketjes besteld. En dat lag nu klaar. Zo, dat is twee pakketjes van Vinted.
met een paar Blu-rays. En ja, we gaan we straks een keer open doen. Maar eerst en vooral ga ik eerst, ik ga naar boven gaan en ik ga een dutje doen. Want ik ben echt dood op. En dan ook eens zegt, ik ga wel alles doen, want hij kunt dat niet. Dus ga alsjeblieft naar boven. Ze één niet liever dat ik naar boven ga, dat ik niet naar weg lopen. Kijk, ze doen nu alweer tekst van, oh, we weg. En zij gaat best nog wat boodschappen doen en bla bla bla. Dus ik ga nu naar boven gaan, ik ga dan een beetje slapen en dan gaan we samen een keer die twee pakketjes open doen. Dat gaan we doen. Let's go, ye. Welcome to the dark side of the force. Ja, dus ja, ik ben een dutje gedaan om te maken. Ik heb een dutje gedaan om te maken. En ook al was gedaan en... En al is hij ook al gekookt. Ondertussen zitten we in het zetelkeus en we kijken naar Blind Getrouwd. Voilà. En dus hij heeft lekker gekookt. Ze heeft de rijst gemaakt met zo gevulde kipfilets en currysaus. Nyami nyami. Op vraag van. Oh, lief? Ja, op vraag van. Op vraag van Jamie, want Jamie eet dat graag. En Jamie is ondertussen ook thuis. Jamie is boven op zijn computer bezig. En ja, moet wel zeggen, het is hier freskes. Ja, maar we gaan de verwarming niet aansteken. Zo lang mogelijk gaan we het uithouden voor de verwarming aan te steken. Want ja, het kost allemaal veel te veel geld. Dus gaan we ons gewoon goed kleden. En zo gaan we hier zitten kijken. Naar tv, ja. Het is eigenlijk heel erg dat basisbehoefte, gelijk verwarming, dat een mens eigenlijk al bang is voor te verwarmen. Zo erg is het eigenlijk al gekomen. Maar ja, niet aan te doen. Dus ik ga eerst mijn eten opeten. En dan ga ik die twee pakketjes openmaken en tonen wat ik allemaal gekregen heb. Gekocht heb bij Vinted. Goed, allee. Hoi. Voilà, die mensen. En ondertussen hebben wij al gegeten. En we hebben hier ook een paar maanden of een maand of weet ik veel ons bureau hier gezet. Omdat Jamie zijn kamer volledig ingericht is en die bureau was over. En ik had gedacht van, hey, moesten we nu een keer die bureau hier beneden zetten? Dat is goed voor als zo hier is, voor als ze wil knutselen. Maar ook voor mij, voor als ik Lego in elkaar wil steken. Dus dat is het laatste dat ik in elkaar gestoken heb. Dat is dat hier. Voilà. Jopla. Die notto. Zo. De Batmobile. Maar dat is niet voor mij, dat is voor mijn pa. En leuk dat Hulder weet, mijn pa verzamelt alles van Batman. En ik kan hem dat cadeau geven, maar mijn pa... Ja, doet dat blijkbaar niet graag, of had er geen goesting in, weet ik veel. Voor die Batman in elkaar te steken, dus heb ik dat gedaan voor hem. Dus als ik hem nog een keer zie, ga ik die Batman auto aan hem geven. Ondertussen heb ik ook mijn planning doorgegeven aan mijn werk van wat ik mijn flexijob doe. Dus ja, ik doe ook een flexijob ondertussen. Dat is op het werk van Anouk. Dus elke keer ga ik daar naartoe van 5 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Tot 10 uur 's avonds, denk ik nu. Van 5 uur 's morgens tot 10 uur 's morgens ga ik de late ploeg bij Soenen. Dus dat wil zeggen, ik werk van 5 uur tot 10 uur. Dan ben ik vrij tot 1 uur. En dan ga ik weer gaan werken tot 9 uur. Ik weet dat zijn veel uren, maar ja, het is een schoon franksje bijverdiend. En... ja, het voordeel van flexijob is dat je niet belast wordt op die uren. Dus elke keer 4 uren. En het is ongeveer een 10 à 12 keer dat kan gaan. Dat komt ongeveer op een 60-tal uren. Dus maal zoveel dat ik verdien. En ja, dat komt wel op een mooi bedrag elke maand dat ik kan sparen voor, weet ik veel wat. En meestal doe ik dan zo een groot bedrag op mijn spaarboek en dan de rest ook voor bijvoorbeeld zo'n ding te kopen. Voor mijn hobby, dus iedereen weet, mijn hobby is films verzamelen en films kijken, alles wat dat met films te maken heeft. Dus ik ondertussen via Vinted, dus iedereen denkt dat Vinted enkel kleden is, maar dat is totaal niet waar.
Op Vinted kun je eigenlijk van alles vinden. En ook heel veel Blu-rays. Dus ik heb hier een pakje, twee pakjes Blu-rays gekocht. We gaan dat nu vlug een keer open doen. Het eerste pakje komt van... dat weet ik niet. van Frankrijk, denk ik. Anglais. Avenue de Biarritz, Anglais uit Frankrijk. Oké. Voilà. We gaan een keer open doen. Voilà, zie. En dat is een Blu-ray dat ik nog niet gezien heb. En dat is de Blu-ray Ma. Dat is, ik denk dat dat een thriller is of zo. Ik kijk er wel lang naar uit voor hem een keer te zien. Maar voilà. Ma. Moeder is hier ook. Voilà. En dan het volgende pakketje. Er zijn wel een paar films dat ik eigenlijk al heb, maar op DVD. Maar het was zodanig gekocht, was al, dus dat was €1 voor een dien. En zo. En al deze Blu-rays dat ik nu ga tonen, waren ook allemaal €1 stuk. Dus het is eigenlijk een beetje, sommige zijn een beetje een upgrade naar, van DVD naar Blu-ray. En dan doe ik die DVD's natuurlijk weg. Maar voor die prijs kost ik het echt niet laten liggen. Voilà. Zo, dan hebben we hier. En die verpakking allemaal. Ja, kom op, voilà zee. Dus, de eerste film dat ik uitgehaald heb, dat was eigenlijk twee films voor €1. En dat was Ted 1 en Ted 2. Voilà. Dan de volgende is Fantastic Four. Dan de volgende, heb ik nog niet gezien, is met Jennifer Aniston. Ik weet zelfs niet over wat het gaat. Noemen we Cake. Zo. Dan de volgende is zelfs een Steelbook. Voor €1. Lucy. En de volgende zit nog in plastic. Is, denk zelfs niet dat we een dien hebben. De reddertjes. Dat is niet dat we een dien hebben. Is dat nog in plastic zelfs? En we hebben een op DVD? Ik weet het niet. Ik wil een keer moeten kijken. Voilà, dus de reddertjes zat nog volledig in plastic voor €1. Dan de Aristokatten, is ook €1. En Tarzan. Voilà. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blu-rays aan €1 het stuk. Voilà. Er komt wel per pakketje dat je bestelt, komt er €2,89 verzendingskosten bij. Maar dat is via... noemt dat weer Mondial Relais, noemt dat, hè. Ja, Mondial Relais, dat is ook een of ander postbedrijf, weet ik veel. Dus voilà, ja, dat waren mijn Blu-rays. Voilà, dus ondertussen is Anouk aan het kijken naar de ik ging nu zeggen de Francesco's, de plankaart. We hebben al gekeken ook naar Blind Getrouwd ondertussen. En voilà, dat was voor vandaag. Onze vakantie is gepasseerd. Morgen vroeg om 5 uur moet ik beginnen op Anouk haar werk. Tot 10 uur. En dan heb ik nog een late ploeg. Tot 9 uur. Dus ja. Goed, allez, ik ga je de vlog afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Het is hier mega koud. Maar we steken onze verwarming nog niet aan. Zo lang mogelijk niet. We moeten maar ons goed kleden. Zo. Like Maria Joseph. Allez, salut hè. Yo, yo, yo. Salut.